Nou, voor de mensen die Axys niet goed kennen, Axys is een chemisch bedrijf. Het is genoteerd aan de Amsterdamse beurs en ook in Londen. Het heeft een dual listing. Wat het bedrijf feitelijk doet is het verduurzaamt hout. Het koopt kweekhout in. Dat kweekhout gaat door een chemisch proces. Een proces wat volledig circulair is. Dat hout komt eruit en dan uit dat chemisch proces en dan heeft het dezelfde karakteristieken als tropisch hardhout. Er staat een fabriek in Arnhem, Nederland. Daar kunnen ze tot 80.000 kubieke meter produceren. Er komt dan in de loop van volgend jaar ook een fabriek in Amerika bij. Ook een plankenfabriek. Daar verwachten ze tegen de 40.000 kubieke meter te produceren. En die fabriek wordt in Amerika gebouwd in een joint venture samen met Eastman Chemical. Dat is een heel groot chemisch bedrijf uit Amerika. Axys heeft in die joint venture 60%. Nou, Axys heeft recent kapitaal opgehaald om de bouw van de fabriek in Amerika af te ronden. En ook om haar werkkapitaalposities te verstevigen. Het bedrijf had eigenlijk het beste jaar ooit vorig jaar. Maar heeft dit jaar aangekondigd ook door de lastige tijden in de bouwmarkten dat het toch wat achterliep in haar omzetontwikkeling. En daar zocht het ook een stuk versterking voor. En een andere oorzaak is dat het bedrijf ook een fabriek in Hull, Engeland, wilde bouwen al jaren geleden. Zijn ze daarmee begonnen. Dat is een hele andere type fabriek dan de Accoya-fabriek. De Accoya-fabriek, dat is een batchproces. De fabriek in Engeland, Hull, dat was een procesfabriek, een flowfabriek, waarbij je de snippers eigenlijk in een continu proces verduurzaamt. Hele andere fabriek, eerste in zijn soort. En helaas is het tot op heden nog niet gelukt om die fabriek operationeel te krijgen. Het heeft dus veel meer tijd gekost en ook veel meer kapitaal dan verwacht. Maar goed, we hopen en er wordt nu actief naar gezocht om daar ook een goede oplossing voor te vinden. En we verwachten dat in de loop van 2024 die oplossing ook bekend zal worden. Als we naar de toekomst kijken, dan zijn wij daar positief over. Het is een gebroken boekjaar. Dus het boekjaar loopt tot en met 31 maart van elk jaar. We denken dat in... Dus het lopende jaar, wat dus zal lopen tot 31 maart 2024, zal qua financiële performance best een lastig jaar worden voor Axys. Maar het jaar daarop, als ook die fabriek in Amerika operationeel gaat, dan zullen we in ieder geval zien dat het qua omzet zich goed zal ontwikkelen. We zullen nog wel veel opstartkosten maken, ook voor Amerika. Dus qua EBITDA-ontwikkeling zal het wellicht nog beperkt zijn. Maar het jaar daarop verwachten we echt dat we een hele mooie stap zullen zien. Ook qua winstgevendheid van deze onderneming. En dan liggen er ook alle kansen voor groei. Want het bedrijf is actief echt aan in de houtmarkt. Nou, de houtmarkt is sowieso een groeiende markt. Zeker als we naar de bouw kijken. Het is natuurlijk een duurzaam bouwmateriaal. Hout slaat in principe CO2 op. En Axys met haar product Accoya zit helemaal in het premium segment van die houtmarkt. Het is voornamelijk geschikt voor deuren en voor kozijnen. En de capaciteit is nog steeds beperkt. Ook al is de fabriek in Amerika, komt er straks bij. Ja, er is maar een beperkte capaciteit. Dus je hebt een groeiende markt, je hebt een uniek product. Wij verwachten, en je kan hele mooie marges maken met het product. Nou, dat hebben we in het verleden al gezien. Het bedrijf is daar succesvol in geweest. We verwachten ook zeker dat met het nieuwe leiderschap en de potentie die het product heeft in een hele aantrekkelijke markt, dat het een groot succes kan worden de komende jaren.